Ernest Meholy woonde tot zijn 19e hier, in de levendige stad Mitrovica, gelegen in het noorden van Kosovo. Inwonertal zo rond de 70.000. Door oorlogsgeweld werden Ernest en zijn familie rond de eeuwwisseling gedwongen om te vluchten. En toen kwamen ze hier terecht, in Rossum, rustiek dorp in het zuidoosten van Twente. Inwonertal 2.500. Een wereld van verschil dus. Ja, en dat is inderdaad een wereld van verschil. Ja. Zij, ja, dan heb je uitgenodigd natuurlijk omdat je regisseur bent en omdat je een film hebt uitgebracht. Maar toch even benieuwd. Vanuit Kosovo kom je via wat omzwervingen, Rotterdam onder andere, in één keer in Rossum terecht. Hoe was dat? City of all places. Yeah. place to be. Nee, ik vind het best grappig. Mitrovica is best groot. Eigenlijk wonen 350.000 bewoners daar. Dus op zich een redelijk grote stad. Dan kom je in Rotterdam, nog groter, en dan terecht echt in Rossum. Dus die contrast is zo groot, ongelooflijk. Maar dan kom je daar met je familie. Ik weet niet hoe groot je familie op dat ogenblik is. Ouders en broer. Met z'n vieren dan. Ja. Hoe kun je aarden in zo'n gemeenschap? Hoe krijg je contact? Hoe werkt zoiets? Ja. Je was in Nederland niet machtig? Nee, precies. Kijk, het is in principe, je bent wel opnieuw geboren. Je hebt geen idee wat hier is. En de mensen en de taal en totaal andere cultuur. Hoe lang is dat geleden? Hoe lang ben je al in Nederland? 1999 kwamen we hier. Dus het is gewoon nieuwsgierig van hoe leven mensen hier en hoe... Maar Rossum, moet ik eerlijk zijn, was een perfect begin. Je mocht eigenlijk niks daar in het begin, hè? Dat mocht gewoon niet. Het enige wat je wel kon, want je komt uit een soort kunstenaarsfamilie, was schilderen. Heb je ook gedaan daar? Nou? Je hebt de plaatselijke sportschool beschilderd. Ja, om zo te zeggen, ja. Nee, maar leuk was dat ik kwam in Rossum, heb je niks te doen. Dan in één keer kom je achter dat daar een fitnesscentrum Bossink is. Ja. Ik vond het geweldig, want ik heb ook in Kosovo als trainer gewerkt in een fitness. Dus dat was meteen zo van, oké, hier is een deur waar ik iets mee kan. En ja, later... door schilderen ben ik, zeg maar, met mensen in... Wat heb je allemaal geschilderd daar in dat fitnesscentrum? Nou, het begon als idee was eerst om de trainingen van mensen. Die deden het op verschillende manieren. Maar ik zei tegen de eigenaar van, als ik een paar tekeningen maak, hoe ze de echte oefening goed moeten doen. Want soms had ik het gevoel dat het niet altijd lekker liep, zeg maar. En dat vond Martin super, dus we hebben eerst gewoon de tekening van de fitness gedaan. En dan groeide naar een muurschilderij van Italië, midden in Rossum en Frankrijk. Dat is er nog steeds? Ja. Dat is er nog steeds, van jouw hand. Ik zei het al, het artistieke zit in je. Je bent daar ook naar de Aki gegaan in Enschede, maar eigenlijk lag jouw hart misschien nog wel bij het film maken, hè? Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Kijk, we zijn met film begonnen toen ik 11 was, samen met mijn broer en vrienden. Miami Vice kijken en nadoen en dat soort series. Sam Crockett. Maar op een gegeven moment was dat een beetje onmogelijk, ook aan de hand van de situatie in Kosovo. Dus best sarcastisch om zo te zeggen, dat je een komedie maakt in een land waar alleen maar drama speelt. Maar goed. Dus hier kon ik dat terugpakken. Ja, want je bent naar de filmacademie gegaan in Amsterdam. Je bent daar aangenomen. Klopt. En uiteindelijk heeft dat, ja, ik ga er heel snel doorheen met excuses daar al voor. Nee. Heeft dat geleid tot deze film, althans deze trailer. Psychologische thriller, ja, cool inderdaad, mooie beelden. Hanna van Boom in een van de hoofdrollen. Ja, Twente. Ook de prachtige natuur zie ik. Ben je Oldenzaal in de buurt opgenomen? Heb je er bewust voor gekozen eigenlijk om toch... Ja, ik heb hier eerst kunstacademie gestudeerd in Enschede. En wat ik af en toe een beetje miste in Oldenzaal, of zeg maar in Twente, is dat het geen filmindustrie of filmcultuur hier is. Maar wat heel grappig is, toen ik studeerde af bij Filmacademie, ik wist dat ik een film zou maken in Oldenzaal. En ik ken de locaties. En het heeft iets cinema als je sommige beelden ziet. Mystiek cinema. Wat je echt perfect in een film kwijt kunt. En eigenlijk al, zeg maar, die locatie, de hoofdlocatie, de Hulst,
Dat had ik al 6 jaar voordat ik de film had ik in mijn hoofd dat ik daar ooit een keer een film kan maken. Mooi van deze film is dan ook voor Twente dan. Deze beelden gaan de hele wereld over, want deze film komt op allerlei festivals terecht. Grote, gerenommeerde festivals. Is inmiddels al geprezen. Ja. Hoe doe je dat? Mensen vinden de film mooi en het raakt hun. En tenminste, dat was de bedoeling ook. Misschien even heel kort neerzetten wat uiteindelijk de inhoud van de film is, waar het over gaat. Zonder het slot, hè? Nee. Het gaat om een soldaat die terugkeert naar zijn oude leven. Hij deserteert, om zijn oude leven terug te pakken. En tuurlijk, dat zit die oorlog die jij hebt meegemaakt daar ook altijd in jouw werk? Of is dat compleet los daarvan? Ja, die impact wel, maar ik probeer het eigenlijk meer in te pakken dan dat ik het rechtstreeks een autobiografie maak. Ja. Ik hou van, ja, het zijn mensen's gevoelens. Iedereen heeft iemand kwijtgeraakt en iedereen heeft iets meegemaakt en ik ook zelf. Dus daar probeer ik een soort combinatie van te maken. Jouw ouders wonen in Oldenzaal, ja. Nu. Wat vinden zij van jouw succes? Want we mogen stellen dat je succes hebt. Ja, die maken zorgen of ik slaap. Nee, ze zijn heel trots, absoluut. Ja. Ik bedoel, om eerlijk te zijn, het is ook een transformatie van binnen 15 jaar of 14 jaar. Nu, je komt hier en je bent opnieuw geboren. Ja. Zelfs vanavond draait mijn film in New York. Hij opent een festival. Maar jij vond het nu eenmaal belangrijker om hier aan tafel te zitten dan... Ik vind Twente belangrijker dan Amerika. Was het voor jou ook makkelijk, want zo'n Hanna Verboom is niet de beste actrice. Was het makkelijk om ook acteurs en actrices met een naam binnen te halen? Ik moet eerlijk zijn dat Hanna heeft meegestemd om te doen, om te spelen in een film, puur dat ze het verhaal mooi vinden. En daar heb ik dus geluk dat dat soort actrices bestaan zijn. Die niet per se alleen aan het commerciële en wereld, die denken echt juist aan, dit is een mooi verhaal, hier wil ik... Maar ze vertrouwt erop dat het een succes wordt natuurlijk. Ja, dat is dan wel iets, want ik ben net in 2009 was ik afgestudeerd, dus dan ben je eigenlijk een beginnende regisseur. Ja. Maar heel veel geluk en ook andere werk die ik eerder heb gedaan, dat speelt ook een beetje mee. Ik hoop dat we nog heel veel van je gaan zien en horen. Kunnen we de film trouwens hier in de buurt in filmhuizen zien? Binnenkort weer. Binnenkort? Ja, maar dan moet ik nog even afwachten. Want het loopt. Zelfs dat hou je spannend. Ja. Heel goed.